Union schiet het best uit de startblokken. Denis trapt op de lat en daarna trapt Lapoussin naast. Diezelfde Lapoussin begint even later aan een indrukwekkende slalom. De bal wordt uiteindelijk voorgebracht, maar Skoulason redt op de lijn. Even later de eerste kans voor KVO, maar Hulsager raakt niet voorbij de doelman. Kort daarna lukt dat echter wel. Union knoeit achterin. Hulsager gaat aan de haal met de bal en werkt beheerst af. 1-0. Union reageert meteen. Fixel trapt over. Bij KVO komt het meeste gevaar van Hulsager. Deze keer stuit hij op de bezoekende doelman. Net voor de rust krijgen de Brusselaars een penalty. Deze keer trapt Fixel wel binnen, 1-1. In de tweede helft moet Ondoa al meteen twee keer gepast tussenkomen. Kort daarop zet Kwazina Robidaze op weg naar doel, maar hij besluit net naast. De wedstrijd lijkt op een gelijkspel af te stevenen, maar als Ondoa een onopzettelijke terugspeelbal opraapt, fluit de scheidsrechter voor een onrechtstreekse vrije trap. Na het nodige tumult wordt de vrije trap dan toch genomen. Nielsen trapt hard in de bovenhoek, 1-2, meteen ook de eindstand. KVO speelt zaterdag om 14 uur op eigen veld tegen Cercle Brugge.